feite deze hele middag gaat natuurlijk over netwerkvorming. In feite is wat we hier hebben al een groot netwerk. Dus je zou zeggen, waar doe je moeten doen? Er zijn ook nog bewoners die hier niet zijn. Ik heb bewoners gesproken uit de wijk die hier zijn. Er zijn ook bewoners die hier niet zijn. En je wil natuurlijk de verbindingen daarmee, zeg maar, wil je ook ontwikkelen. En de verbindingen tussen de bewoners. Omdat vaak loopt het, is een beetje ijskot verlopen. Zeg maar. Je gaat van de een naar de andere bewoner. Ik heb pas een verhaal, een bijeenkomst gehad met een groep van meerdere culturen. Over de zorg die ze buren verlenen. Dus wat doen mensen nou voor hun buren? En goed, een van de vragen, ik kan bijna raden wat hun antwoord was, maar een van de vragen is, nou goed, als jij nou maar elkaar bent en je buurman is een Turk, bied je dan hulp aan? Als je denkt, dan denk je, ik zou dat best willen, ik wil best voor mijn buren zorgen. Ook voor mijn Turkse buren, om het zo maar te zeggen, maar doe je dat dan? Nee, ze zeggen ze dan, dat doe je niet. En toen zei ik, vervolgens ging ik me nadenken, van nou, toen zei ik, ja, dat kan heel goed werken. Dus wat ik maar wil zeggen is, een netwerk doet nog wel wat anders dan alleen maar de mensen die je kent. Je hebt altijd een paardje gelopen door zo'n netwerk heen. Dus contacten tussen buren onderling zijn ook, voor wat we vandaag bespreken, met elkaar heel belangrijk. Ik worstel een beetje, ik heb natuurlijk een aantal stukjes van de verschillende thema's meegemaakt, maar dat is maar heel willekeurig. Ik ben bij het onderwerp van het zwembad eigenlijk midden in een verhaal verzeild over 175 vrouwen die hard liepen. Zwemmen wel, maar niet. Dus ik dacht, gaat het over zwemmen? Kan je niet vragen wat het over het gesprek? Ik ga het nu gewoon door, dat ga je niet erin brengen. Maar dat was wel een beetje de situatie waar ik bij ieder van die verschillende thema's terecht kwam. Dus wat ik wil proberen is even iets zeggen over daar vanuit een netwerkoptiek naar kan kijken. Een netwerk is, je stel je voor, je staat met z'n tienen te praten, je hebt een netwerkje van 10 mensen. Ergens anders staat nog een netwerkje van 10 mensen. Als je die twee netwerkjes met elkaar in verbinding brengt, dan neemt het aantal verbindingen enorm hard toe. Dat kan ik je vertellen. Stel je voor, met 10 mensen kun je paren vormen, dus relaties, kun je er 45 paren vormen, 45 combinaties. Zijn dat 20 mensen, dus voeg je twee netwerken, daar kun je 190 combinaties volgen. Dus wat je ziet is, en dat is het leuke van netwerken, een netwerk krijgt gaat zijn eigen leven leiden, omdat er zoveel combinaties mogelijk zijn, omdat ze zo flexibel zijn. Dus dat is iets wat mij enorm fascineert. Op het moment dat je verschillende initiatieven met elkaar in contact brengt, en zijn we allebei zo'n 5 mensen betrokken, dan gebeurt er niks van alles. Dus mijn eerste aanbeveling is echt, zoek elkaar op als je met initiatief bezig bent. En ik heb daar al een paar aangrijpingspunten voor. Er is natuurlijk een groep met de trein bezig geweest. En wat ik merk bij verschillende andere groepen is dat verbindingen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld Wolf van de Groen, die zei van ja, wij kunnen heel veel betekenen voor verschillende bewoners die slecht op één zijn. Maar hoe komen ze hier? Maar met een rollator kun je niet zo'n grote afstand afleggen. En dan denk je, ja, die trein. En je hebt eigenlijk andere verbindingen. Dus dit is er één, zo'n trein. En dat wordt voor een groep kan voor elkaar iets betekenen. Dat kan ineens betekenen dat mensen aan een vrij grote omtrek ineens een gevoel krijgen bij het park waar je mee bezig bent. Een ander voorbeeld. Dat hardlopen dus. Mensen moeten ook pauzeren tijdens het hardlopen, ik bedoel plaspauze bijvoorbeeld. Ik dacht, oh ja. En er zijn hier in orde, het zijn ruimtes beschikbaar. Die zijn dus als jij een tegenprestatie levert, dat is dan de voorwaarde. Als jij een tegenprestatie levert, kun je gebruik maken van de ruimtes. Dus valt daar een deal te maken. Kun je daar een combinatie maken. Nou, deze hebben rond de 100 zwembaden ook lekker nog wat doorgevraagd in de pauze. De mogelijkheden om bijvoorbeeld voor fysiotherapie en dergelijke gebruik te maken van
Als je daarvan uitgaat, dan is stap 1 in ieder geval vaker kennis van elkaar nemen, beeld bij elkaar vormen. Zorgen ook dat je, dat we bij de vrijwilligers hebben gezegd, dat je sfeer kan proeven. Want je gaat niet alleen maar af als vrijwilliger op een klus die je wilt doen. Het gaat ook over, vind ik het hier leuk, vind ik het hier gezellig. En mogelijkheden om sfeer te proeven, elkaar ja, te inspireren door het tijd van gehoor. Nou, we hebben toch een leuke middag gehad. Dat maakt heel veel uit voor waar je uiteindelijk met vrijwilligerswerk aan de slag wil gaan. Dus dat betekent, ik heb een paar opgeschreven, als ik het kort zeg, hou er rekening met ermee dat mensen kunnen ervaren hoe het bij jou is, wat jouw activiteit is. Dus zorg ervoor dat mensen die in eerste instantie niet komen, dat die een gelegenheid krijgen om kennis te maken. Dus organiseer gewoon veel dingen, veel activiteiten die open zijn, waarbij je buurtbewoners uitnodigt. Dus die sfeer is van belang. Die beschikbaarheid van die ruimte is natuurlijk van belang, want ruimte wordt wel een punt. Ik heb begrepen dat het LCC ophoudt te bestaan. En dat betekent weer een ontmoetingsruimte minder in de buurt. En als je hier ruimte hebt waar je voor tegenprestatie terecht zou kunnen, denk ik van, nou, daar zit een mogelijk oplossing. Dus en dat zorgt tegelijkertijd dat je hier ook weer over de vloer komt. En dan, je weet nooit wat daar weer uit voor kan komen. Verbinding is dus een punt. Kun je netwerken verbinden? Kun je met elkaar verbinden? Zorg dat je weet van elkaar wat er gebeurt. Dus die communicatie is wel belangrijk. Want dan kan iedereen individueel bekijken of die wel of niet contact zoekt met andere activiteiten. Maar wat wij in ons buurthuis hebben, is dat niemand eigenlijk in één groepje zit of in één activiteit. Er zitten altijd mensen in meerdere groepjes en dat zorgt dat het bij elkaar één ding wordt. Dat het verband krijgt. En dat is vervoer, vind ik een belangrijke ding. Er zijn activiteiten, volgens mij kunnen die voor alle activiteiten wel een belangrijke rol spelen. Ik denk dat daar liggen aangrijpen. We krijgen nog een tweede ronde en ik zit te denken, welke groepen moet je nou bij elkaar zetten? Want als je de trein kan overal bij, zou ik zeggen, dus ja, en dat gaat dus niet. En je kan ook zeggen, dat mensen allemaal bij elkaar planeren. Maar ja, het zal ook niet zo'n vruchtbare discussie worden. Ik heb het, wat mij betreft is de aanbeveling in de tweede ronde, ga terug en let op die dingen. Verbinding, let op sfeer, zorg ervoor.